31 jaar in de raad. Ja, wat gaat u nou het meeste missen? Het meeste ga ik de discussies missen. Dat was echt mijn passie. In een raadsvergadering, de randjes opzoeken, andere mensen proberen te overtuigen om toch mijn standpunt te volgen. Hoewel je vaak van tevoren al weet dat het niet klopt. Want wat ik in mijn afscheidswoord al zei, meestal is het dan wel een beetje vast hoe ze gestemd gaat worden. Maar dat laat je dan niet ongemerkt voorbij gaan. Dus lekker fel die discussie, daar heb ik altijd van genoten. En dat is dan toch ook wel vaak nog gelukt om mensen te kunnen te overtuigen? Het lukt ook wel, jawel. Soms zit een raad ook op de wip. En ja, het is hoe je het brengt. Ik heb geprobeerd dat altijd gepassioneerd te doen. Maar ook met een hele stevige dosis humor. Je moet ook af en toe in een debat moet je kunnen ontspannen. En als je dat goed weet te doseren, dan heb je waarschijnlijk een goede discussie te pakken. En nu 31 jaar dus in Lisse actief geweest. Wat kunnen we daar in Lisse nu eigenlijk van zien? Nou, toch wel aardig wat dingen hoor. Toen ik wethouder was, heb ik het aantal gemeentelijke monumenten op weten te krikken van 18 naar 93. Dus dat is nu een respectabel aantal. Het hele Bloembinderspark, de ontwikkelaar, die kwam voor het eerst bij de gemeente Lisse binnen aan mijn bureau. Toen was ik net wethouder. En voor ik wethouder af was, dus ongeveer 3,5 jaar later, was die hele wijk gerealiseerd. En dat is in ruimtelijke ordeningsgevallen is dat heel erg uitzonderlijk. Zonder hoogbouw of met hoogbouw? Dat was zonder hoogbouw. Ja, 3 of 4 hoogbouw. Dat was zonder hoogbouw. Maar ja, daar ben ik altijd een voorstander van geweest. Ook al omdat je weet dat je in Lisse niet veel grond meer over hebt. En als je wil blijven bouwen voor al die woningzoekenden die er zijn, dan moet je de lucht in. En dan moet je daar niet zo bang voor zijn. En nu het laatste project, de Knarrenhof. Ja, daar ga ik nu wat afstandelijker naar kijken. Dat is heel mooi dat je dat voor elkaar hebt gekregen. Er zijn ook door anderen in de partij is daar ontzettend veel werk in gestoken hoor. Ik was dan de woordvoerder in de raad en ik heb het door de raad moeten loodsen. Dat was ook een heel karwei. Maar ik heb alle fracties achter me gekregen. Dus daar kon het college eigenlijk met goed fatsoen niet omheen. Het was nog wel even spannend, maar dat gaat er echt komen. Ja, ik woon in de Koolpolder, dus als ik naar het dorp ga, kom ik altijd over de Ruizenbelaan. Dus ik zal dat met genoegen straks zien groeien. Ja. En tot slot, verrast met een cadeau, een schilderij, een boek. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Vooral dat schilderij, dat ze dan die link naar hoogbouw hebben weten te leggen. Dat vind ik leuk. Dan weten ze toch in ieder geval wel wat mijn passie is. En dat boek, ja, wat ik al zei, dat wordt een feest der herkenning als ik daarin ga lezen. Want na 31 jaar heb ik het ook niet meer allemaal op een rijtje wat ik meegemaakt heb. Het zal een beetje een aha-erlevenis worden als ik dat toch lezen ben. Oh ja, dat is ook gebeurd.